geen les vandaag, maar zoveel mogelijk baantjes zwemmen. Nou, er is dus een jongen uit onze klas, Davy, en die is dus ziek. Dus we gaan daardoor 200 baantjes zwemmen. Nou, het is soms wel zwaar. Ik denk dat ik het 10 kan halen. Dat is best veel. Ja. We willen dat hij beter gaat worden, dus daarom gaan we nu zwemmen. Groep 6-7 van de Koningin Emma School in Nijkerk kreeg aan het begin van het nieuwe schooljaar heftig nieuws te verwerken. Op deze plek zat hun klasgenoot Davy. Hij bleek ineens ernstig ziek. Davy werd opgenomen in het ziekenhuis. Eerst zat hij 3 weken nog op school en daarna hoorden we dat hij kanker had. Het is eigenlijk heel erg, want kanker is een nare ziekte. De juf laat de klas foto's zien van Davy aan het begin van het schooljaar. Dit was op de verjaardag van Davy, weet je nog? Toen zijn we met z'n allen naar Davy gegaan om voor hem te zingen. En daar zit hij nog op de schommel. De klas stuurde hem regelmatig tekeningen, filmpjes en cadeautjes. Davy wilde zijn klasgenootjes graag met een filmpje aanmoedigen met hun actie, maar hij voelt zich daarvoor te ziek. De leerlingen willen met hun zwemactie zoveel mogelijk doen om kinderen die kanker hebben te helpen. Want voor onderzoek is nog steeds veel geld nodig. Ze hopen dat Davy beter wordt. Ze missen hem. Want hij was altijd wel een beetje een jongen die een beetje veel grapjes maakte en stoer en zo. Dus dat mis je? Ja. Superleuk, hij was super lief. Hij maakt veel grapjes en ons laten lachen. Hij durft over sloten te springen, hij durft te spelen. Dus hij is stoer. Wat hopen jullie? Dat hij snel beter wordt en dat de goede cellen in zijn lijf niet kapot gaan, maar dat de kankercellen snel weg mogen gaan. De leerlingen zwemmen erop los en volgens de juffen doen ze het goed. Ja, er wordt echt geweldig hard gezwommen en we hebben nou al heel veel baantjes kunnen turven. Dus, En de klasgenoten van Davy denken dat ze veel geld gaan ophalen. Nou, het gaat best wel goed, maar ik ben wel vaak uitgeput als ik hier dat tel. Maar ik vind het wel goed gaan, 7 banen. En mijn gezin en ik zetten altijd heel veel in voor kinderkanker, dus daarvoor doe ik dit. Ja, ik wil dat opgelost wordt, dat niemand het meer heeft. Ja.